Dus ligt hij ergens dood, omgereden. Dat kan. Ah, wat is die pijn! Pas op voor je spiegels! Ja! Ik heb het gevoel dat ik nog steeds dronken ben. Nee, ga weg! Ga weg! Alle drie, twee, één. Een hele goede morgen. Dit is een kat, ik heb geen idee van wie die is. Gisteren heb ik me al met de dierenambulance aan de telefoon gehad. Ik heb een melk gegeven wat niet moet. Katten kunnen niet tegen melk. Dus dat is ook weer een tip voor jullie. Maar wat is dit dan? Wat zielig. Maar ik durf hem niet te aaien. Lekker de hond uitlaten. Het is nog vroeg, nou ja, het is 9 uur. Ik vind dat vroeg op mijn vrije dag. En ik ga zo lekker sporten. Ja, ik weet het. Ik sport nooit. Dus verbazingwekkend. Ga je mee? Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Oh, even strekken. Ja. Ja, kom maar. Loop maar mee. Kom maar. Het is toch uber cute. Maar volgens mij heeft ze er weinig zin aan. Te lang. Ik kom te laat door jou hoor. Schiet eens op. Kom. Door blijven lopen. Nou, nu loop ik hier helemaal alleen. Ik had beter de fiets kunnen pakken, want ik weet niet waar ze is. Heel zielig. We hebben een Facebook groep van de buurt. Daar heb ik even een foto in gezet van ja, wie is de kat kwijt. Dus ze hebben drie mensen gereageerd. Ja, dat is een kat die gewoon in onze buurt rondzwerft. Ja, hij was zo tam. Het is een beetje dubbel. Of hij hier buiten hoort of hij echt wel een binnenkat is. Lekker lopen. Dat is wel een fijn lesje. Ik ben benieuwd waar de kat is. En als ik hem kan vinden, bel ik de dierenambulance. Want nu vind ik het een beetje zielig worden. Als ik hem ergens kan vinden. Zoals ligt hij ergens dood. Omgereden. Dat kan. Dan voel ik me wel heel schuldig. Moment van de waarheid. Is het terug of niet? Nee. Oh, alles is ook opgeruimd. Nou. Vind ik wel een beetje zielig. Ik ben een vriendin kwijt. Ja, woehoe! Pakketjes! Doei schat! Doei! Veel plezier! Dank je! Laat ik maar even wat gaan doen. Even gaan douchen. Oh, ik heb mijn rug getraind en ik heb gewoon echt pijn. Alles om je zeer. Ik word zo opgehaald. We gaan even met Jonathan en Liv naar de IKEA. Enorm gehaast, maar we zijn onderweg naar de IKEA. Liz, jij hebt gehaast. Ja, sorry. Ik heb gehaast. Liz is al vanuit school erheen gegaan, dus die meeten we daar. Ze is erbij. En we hebben ervoor gekozen om wel een mondkapje te dragen in de IKEA. Ja, ik heb nog helemaal niks. Nou, we gaan meteen weer terug. We mochten niet met z'n drieën naar binnen. Hij vroeg helemaal niks over onze huishouden. Hoe noem je dat? Huishouden? Huishouding. De toestand, want Liz en ik hadden prima zussen kunnen zijn. Huishouden. Maar ik ben helemaal gefrustreerd. Gaat het op? Dat is goed, je bent er al langs. Nee, je bent er al langs. Nee, dat durf ik niet. Je bent er al. Ik heb één keer een mistake gemaakt dat ik dat wel deed. Als ik het niet kan inschatten, ga ik altijd iets terug. Verdomme kut allemaal. Oh, dat staat erop. Ah, oh, wat is dit? Pas op voor je spiegels. Ja.
corona. Ja. Die knop. Wat een kutstuk. Nee. Hou je hout vast. Ja, je vliegt. Nee. Hou je hout vast. Ja, je vliegt. Waar is wat Liz? Raar. Daar staat ze hoor. Ik heb zweet. Oh, laat het maar niet weg. Ik heb zweethandjes. Kijk. Hou je vast. Die staat achter. Nou, we zijn veilig aangekomen in Almelo. We gaan even hier lekker eten. Het is 2:30, dus ik ga er maar niet uit. Eet smakelijk. Lekker. Lekker samen delen. We zagen dit en toen hebben we gekeerd. Want we gaan greetings, even... love brand. Pompoenen. We gaan even kijken bij pompoenen. Oh, er zijn al mensen buiten. Best wel veel. Ja, daar kan ik de auto niet. Ja, gewoon parkeren. Gewoon ratsenplaats. Wat schattig. Wat leuk. Oh, alle gezichtjes. Die effect dan. Kijk, hoe schattig. Schattig, hè? Best wel goedkoop ook. Biologische eetbare pompoen. Oh, daar kun je pompoenensoep van maken. Ja, oh, deze is groot. Ja, die ziet er wel heel goor uit, moet ik zeggen. Dit is eigenlijk de reden waarom wij hier zijn gekomen. Voor het beestje. Jij hebt nee, van de bank, maar ik moet van de... Ja. God. Jonathan. Koude enkeltjes. Ga maar even zitten. Zodat hij heel boos. Hi. Ja, dit is. Hij drukt helemaal. Ik blijf even. Dag. Let me take you. Ja, je bent wel braaf hoor, maar dan moet je wel gewoon even rustig aan doen. Niet bijten in mijn hand. Ja, dat is Liz. Dat haar is zo apart. Ja, het is echt heel kut. Oh, stress. Ik heb verkeerd op de klok gekeken. Oh. Ik dacht, Lotte komt over een uur. Maar ze is er nu al en ik ben helemaal niet klaar. En ik wil nog andere kleren aandoen. Dan wat een grijs film, 7 uur. Voor een wine. Lotte heeft geen behoefte om op de video te komen. En mijn fiets is omgevallen. Onze Lotte is naar huis. Het is 1 uur geweest. En we doen nog even een borrel met mijn ouders. Papa? Ja, ik denk dat ik maar een beetje nu. Dat kun je niet maken. Nee? Jij deed nou ook een borrel, kinderachtig. Nou, ga ik in de kast kijken. Die wijntjes die tikken wel aan, dus ik ben oprecht wel even goed dronken. Dus laat ik maar even lekker naar bed gaan. Slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen. Ik heb even ontbijt gepakt. Ik heb spierpijn. Ik trouw niet eens op. Zoveel spierpijn in de billen. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds dronken ben. Heel apart. Ik loop volgens mij ook nog niet recht. Ik heb helemaal niet zoveel wijn gehad. Dat is het rare. De laatste keer dat ik iets had gegeten was 2:30 en toen ben ik om 7 uur aan de wijn begonnen. Dus ja, misschien ligt het daaraan. En ik heb gisteren ook echt te veel volumepoeder in mijn haar gedaan. Ik kon er niet eens doorheen. Ik zie eruit. Ik heb gewoon het gevoel dat ik ben helemaal ben ondergereden. Oh, wat erg. Maar zo voel ik me. Ja. Zo voel ik me ook. Niet dat ik, ik heb geen kater of zo, maar ik voel me wel dat ik om ben gereden. Nou, dit is al iets beter. Ik ga zo even naar Almelo even een bed uitzoeken. Want ik wil graag een nieuw bed, want ik ben helemaal klaar met dit bed. Als ik terugkom ga ik meteen onder de douche. Mijn haar is nu alweer vet, terwijl ik gisteren heb gewassen. Dat komt echt door die volumepoeder. Ik heb echt te veel in gedaan. Och, helemaal naar. Mama is altijd te laat. Altijd. 10:30 hadden we afgesproken. Het is alweer 10:50. Vet irritant. Je kunt gewoon niet op haar rekenen.
irritant. Nou, onderweg naar huis. Ik ben wel een stuk... Oh. Ik ben wel een stuk wijzer geworden. En ik weet ook al wel echt wat ik wil. Dus dat is fijn. We hebben lekker een broodje gehaald bij Hush. Hé, Silas, lekker hè? Ja. Ja, wat is dat dan? Moet ik even helpen dan? Of, Nee, je hoeft niet te helpen. Nee, je hoeft niet te helpen. Help mij maar. Nee, ga weg. Ga weg! De hemel van de open hemel naar de kloor. Oké, wacht even, met z'n allen. 3, 2, 1. Ik ben een elleboog. Maar dit kan niet zo hoor. Wel, dit kan. Ja, maar wettelijk gezien mag dit niet. Wel. Maar je mag zo niet rijden hoor. Nee, moet je opleiden, maar ik kan wel niet mag. Dit is niet mijn bed, by the way. Dit is het bed van mijn broer, want hij is uit huis officieel. Dat is voor jou. We zijn weer onderweg en het weer zit niet mee. Het regent. Ja, dan gaan we de bovenlengte meten. Telefoon. Voelt dat goed? Joi. Ga eens weg, joh. We zijn even aan het fietsen, aan het bekijken. Ja. Lune heeft een hele mooie fiets gezien. Ja. En ik ga het dinsdag even ophalen voor een proefrit. Hij heeft even de maat opgemeten van mij. Gedoucht. En ik ben zo moe. Het liefst wil ik even slapen, maar we gaan zo eten. Dus dan heeft het weinig zin. Oh. Ik heb even de inkakkeril erg. Gegeten. En nu even de ogen is dicht gedaan. Ja, aangekomen bij Teuntje. Joehoe. En we gaan meteen een cocktail maken. Aan de zuin. Nou, ik ben hier al 3 uur. En ik heb heel weinig gefilmd. Maar ja, het is gezellig. Dus dan... Dat is een goed teken. Dan heb ik jullie niet nodig. Die meid. Die valt bijna in slaap. Oh, ik lig van oud vijf. Het is 1:30. Ik kan niet meer. Ik lig alleen met de pit hier. Omdat flikker om aan. Nee, dat was niet overdraaien. Oh, dat was heel gezellig. Ja, het is gewoon moe. Ja, alcohol erbij en dan gaat het natuurlijk weer heel mis. Ik ben thuis en er is niemand. Het is nog niet eens 1 uur op de zaterdagavond. Ik denk dat mijn ouders in bed liggen en dat is nieuw. Mama moet morgen wel werken, maar 10:30 pas. Maar dat niemand hier zit, vind ik zo... Ja, het is gewoon nieuw. Dat gebeurt niet vaak op de zaterdagavond. Ik pak gewoon nog even een wijntje. Even de mooiste glas. Ik ga gewoon even lekker een wijntje drinken in bed. En dan ga ik ook gewoon zo even lekker slapen. Hopelijk kan ik morgen wel even uitslapen. Want ik heb vannacht echt niet goed... Ja, nee, ik heb vannacht niet goed geslapen. Ik heb heel weinig geslapen. Ik werd ook voor de wekker wakker. En dat gebeurt niet vaak. De wijn is op, dus ik ga lekker slapen. Tot morgen. Een hele goede morgen. Ik heb al lekker een broodje eieren. Een kopje thee. Chateau Meiland. Let niet op de troep op de achterkant, op de achtergrond. We zijn een paar uur verder. Maar we zitten nog steeds op dezelfde plek. Kijk nou een film. Jumanji. The Next Level. Dus volgens mij is dat deel 2. De ene heb ik al een keer eerder gezien, maar is best wel leuk. Nou, ik heb weer gedoucht. Heel mijn haar is tot de war door die volumepoeder van vrijdagavond. Nooit zoveel er meer in doen. Ik ga zo even een lekker pizza maken. Nog even wat van mijn dag maken. Want het is 5 uur volgens mij.
Jorik is weer terug. Hij wil ook niet op de camera. Wat doe je? Hij is al een tijdje terug, maar ja, zondag doe ik gewoon niet zoveel. Dus ik heb ook heel weinig gefilmd vandaag. Dus bij deze sluit ik ook even de video af. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Doei. Wat moet ik zeggen dan? Waarom film je anders, jongen? Ik vind het wel leuk hoe jij reageert. Dan reageer ik niet meer. Tief nou eens op. Grafkind. Met mijn onderkin ook op beeld.